Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Poortstory. Vandaag zijn we te gast bij Amtra Engineering. En Rens van Ede laat ons vandaag zien wat ze hier allemaal doen. Wij leveren en wij produceren vulmachines voor de chemische en de voedselverwerkende industrie. Daarnaast verzorgen wij aan onze vulmachines en productielijnen de service en het onderhoud. Onze volledig automatische vulmachines die worden voornamelijk gebruikt zodat er een tankwagen die je wel eens op de snelweg ziet rijden aansluit bij de klant op een vulmachine van ons. En de vulmachine van ons die verzorgt ervoor dat wat in die tankwagen zit in de verpakking van de klant komt. Deze robot die palletiseert dozen van ongeveer 20-25 kilo. Wat het mooie is aan deze robot is dat hij eigenlijk de kracht van het remmen wat je nu hoort, die gebruikt hij ook weer om energie op te wekken. En zo'n robot die maken wij van A tot Z. En deze vind je bijvoorbeeld aan het einde van onze productielijnen. Dus wij vullen deze verpakking en die robot kan volgens de verpakking op de pallet zetten. Onze klanten, met name hier op het industrieterrein Moerdijk, dat zijn de wat grotere spelers op het gebied van de chemie. Dat is voor ons ook heel aantrekkelijk geweest om hierheen te verhuizen. Wat ook wel interessant is, is dat hier op industrieterrein Moerdijk de firma Schütz zit. En wat wij zien is de firma Schütz die levert de verpakking. Onze klant koopt die verpakking bij de firma Schütz. En onze vulmachines die vullen weer die verpakking van de firma Schütz. En zo komt dat allemaal weer een beetje bij elkaar. Als particulier komt u onze producten misschien tegen bij de tankstations, waar wij bijvoorbeeld wel eens sherrycans hebben staan, die onze klanten met onze machines hebben afgevuld. Met bijvoorbeeld AdBlue daarin, koelvloeistof of motorolie. En zo zie je maar weer dat verschillende dagdagelijkse producten toch weer een link kunnen hebben met Poort of Moerdijk. Dit was voor mij een hele bijzondere Poortstory, namelijk de laatste waarin ik te zien ben. Bedankt voor het kijken al die tijd. En wil je alle andere Poortstories terugzien, want er is nog veel meer te zien? Kijk dan op ons YouTube-kanaal.